Zo, en goedenavond. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandag 2 september. Mijn laatste werkweek is ingegaan. Heerlijk. Voordat ik verder ga, de vlogs komen de laatste tijd heel onregelmatig online. En ja, weet je, dat is gewoon even wat het is. Ik heb veel last van mijn benen, veel last van mijn rug. En dat maakt me gewoon niet zo heel erg blij. En dan heb ik gewoon ook niet altijd zin om dat in orde te maken. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Als het allemaal weer wat rustiger wordt en wat meer duidelijk wordt, dan hoop ik dat dat ook gewoon weer wat beter gaat. Maar zeker tot na mijn vakantie, want in de vakantie neem ik mijn laptop natuurlijk niet mee, dus kan ik ook niks online zetten. Ik ga natuurlijk wel gewoon de hele vakantie vloggen, maar dat is gewoon even wat het is. Ik kan daar ook niks aan doen, maar dan weten jullie dat in ieder geval. Ik ben thuisgekomen, heb gegeten bij pa en ma, ben daarna nog even met mama bij iemand op ziekenbezoek geweest in het ziekenhuis. En nu ben ik thuis en drink ik nog even wat en dan ga ik lekker naar bed. Het is 9:05. Ik had vandaag een inspannende dag op mijn werk. Met allemaal nieuwe collega's die zijn begonnen. Dus het was heel erg leuk. Hele leuke mensen. Maar ja, dat is toch intensief. Morgen ook weer een intensieve dag. Ik heb gewoon best wel een drukke laatste werkweek. Maar goed, dat geeft niet. Woensdag ben ik wel gewoon lekker vrij. Dus dan ga ik ook nog wat laatste dingetjes voor de vakantie regelen. Ik moet nog even naar de fysiotherapie woensdag. Dus nou, hè, dat gaat helemaal goed komen. Dus ik denk ik open de vlog even en dan zie ik jullie gezellig morgen weer. Goedemiddag, morgen. Zo, net wakker. Goedemorgen. Het is woensdag vandaag. Gisteren dagje niet gevlogd. Eigenlijk was dat niet helemaal de bedoeling, maar... Nou, ik kwam thuis van kaarten en toen wilde ik nog de video gaan editen. En toen dacht ik, dan pak ik dan even de camera erbij. Maar ik had weer zo'n pijn dat ik eigenlijk gelijk naar bed ben gegaan. Dus ook niet kunnen editen. Daarom zijn, nou ja, ik had het van de week al gezegd, hè. Dat is ook de reden waarom die video's zo onregelmatig online komen de laatste tijd. Ja, het spijt me. Ik kan er echt even helemaal niks aan doen. Maar ik heb wel lekker geslapen en ik moet eerlijk zeggen dat het nu wel goed voelt. Dus een paar klusjes vandaag. 2 video's editen. Ik moet naar de fysio en naar de huisarts en apotheek. Huisarts en apotheek moet ik wat dingen regelen voor de vakantie. Fysio moet ik gewoon even naartoe. En editen moet ik gewoon ook even doen, hè, voor de vakantie. Tenminste, dat in ieder geval nog voor mijn vakantie, die 2 video's die ik nog heb online komen. Deze die gooi ik ook het weekend online. En dan, in mijn vakantie vlog ik gewoon. En na de vakantie heb ik nog een hele week vrij. Dus kan ik nog lekker alles vanuit de vakantie online doen. Want ik heb geen idee hoeveel vlogs dat natuurlijk gaan worden. Want ik zal best wel veel materiaal hebben, denk ik. Maar goed. Dat gaat helemaal leuk worden. Ik ga even koffie maken. Want ik ben echt net wakker. Inmiddels weer thuis. Het is al 2:30. Ik ben bij de fysiotherapie geweest. En jongens, je gelooft het of niet. Maar het lijkt voor een deel opgelost te zijn. Hij heeft mijn hele zitkussen opnieuw ingesteld. En eerlijk gezegd voel ik nu al verschil met hoe het was. Dus... En hij heeft het heel erg opgerekt en gedaan. Dus nou, ik ben er echt heel blij mee. Na Spanje ga ik nog een keer op de praktijk naar hem terug. Dus niet in het zwembad. En daarna gaan we het weer in het zwembad proberen. Dus nou, zou dat toch eens de oplossing kunnen zijn. Verder kreeg ik nog een pakketje binnen met... En dan denk je, wat is dat? Mijn nieuwe batterij. Wat staat er? Batona. Nou, dat is in ieder geval, heb ik gezien, een batterij die in de Canon G7X Mark II kan. Dus ik ben hem nu even aan het opladen. Als dat rode lampje groen wordt, dan is die vol. En dan ga ik hem even in mijn camera uitproberen, zodat ik weet hoe of wat. En als het goed is, krijg ik vandaag een
mega tof pakketje binnen. Daar ga ik van alles over vertellen als ik hem heb. En daar ga ik ook een aparte unboxing video van opnemen. Want dat vind ik wel heel erg tof. Dus dat ga ik zeker doen. Boxje voor papa's nieuwe speakertje. Want we hebben papa een nieuw speakertje voor zijn verjaardag cadeau gedaan. Want zijn oude speakertje hield ermee op. En hij wilde er nog graag een hoesje voor. Nou, die heb ik gelijk besteld. Dus die is binnen. Ik ben naar de apotheek geweest, naar de dokter geweest. Ja, we zijn steeds meer klaar voor de vakantie met z'n allen. Dus dat is wel heel fijn. Nu ga ik daar even een kopje thee drinken. En natuurlijk een beetje YouTube kijken. Goedenavond. Het is alweer wat uren verder. En ik ben heel druk, best wel druk bezig geweest eigenlijk met van alles en nog wat. Ik heb hier nu in dit laadje nog alle, even kijken hoe ik dat ga laten zien hoor. Loomspullen en hoe noem je dit nou ook weer? Diamond Paint spullen erbij gelegd. Ik heb een nieuw YouTube kanaal ontdekt, Creachick. Echt, ik zal een link hieronder plaatsen. Als je het nog niet kent en je bent een beetje creatief, of je vindt het leuk om naar creatieve mensen te kijken, zoals ik, dan moet je dat kanaal echt even gaan volgen. Het is geweldig. Het is echt superleuk. Dus ook daar ben ik tussendoor mee bezig geweest. Ja, en ik kan dan helemaal verdwalen op zo'n kanaal. Ik zit ondertussen ook nog even met Suus te appen. En ik heb net een foto op Instagram geplaatst van kijk! Oh, ik ben zo ongelooflijk blij en enthousiast. Mijn Creation of Magical Curiosities, English is not very good, is binnen. Dit is een box die heeft Cherry Wallace gemaakt in samenwerking met Geekier. En daar zitten allemaal magische Harry Potter gerelateerde goodies in. En die heb ik besteld. Daar heb ik het volgens mij al eens eerder over gehad. En die is zojuist binnengekomen. Maar ja, je ziet het op de video niet zo goed. Maar het licht is nu echt te crappy om een goede en leuke unboxing te filmen. Dus ik moet hem nog eventjes dicht laten van mezelf. En morgen uit het werk vandaan of misschien na het eten, dan ga ik hem opnemen. En dan ga ik hem online plaatsen. Dus yes, helemaal leuk. Ik ben nu de weekendvlog aan het maken. Die komt morgenochtend online. Dan ben ik weer een beetje bij. Ja, gelukkig kan dat nu weer. Voel ik me weer best wel weer goed genoeg om dat achter de computer te doen. Mijn rug gaat redelijk. Ik zei al, ik moet niet te vroeg juichen, want het doet nu best wel weer zeer. Maar ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. Want het is niet zomaar van de een op de andere dag weg. Ik heb trouwens de extra batterij die ik heb gekregen opgeladen. En die zit nu in de camera. En volgens mij doet hij het gewoon, dus dat is helemaal top. Ik heb ook de andere originele opgeladen. Dus die gaat nu in mijn tas. Gelijk even doen voordat ik het vergeet. Dus dan kan ik mooi met twee batterijen op vakantie. Dus dat is fijn. Nou, ik ga even verder met de video klaarmaken. Goedenavond. Het is donderdagavond. Nog één dagje werken. Ik heb net een barbecue gehad van mijn werk. Dat was ik eigenlijk een beetje vergeten dat ik die zou hebben. Maar was super gezellig. Gelukkig begon die al vroeg. Want ik wilde vroeg naar huis. Omdat ik nu de unboxing ga doen van mijn Creation of Magical Curiosities. Ik kan dat echt nooit onthouden. Box. Dus die ga ik nu gauw opnemen voordat het licht slechter wordt. Kom ik straks weer bij jullie terug. Zoals je ziet heb ik hier net zitten opnemen. En staat daar inmiddels de open box. Echt, nou, jullie hebben als het goed is de video al gezien. Maar nog even dat papier, jongens. Ah, ik vind het geweldig.
Dus hele leuke box. Echt super gaaf. Ik ben er heel blij mee. Dus laat me even weten wat jullie van de video vonden. Ik ga hem nu even editen. En dan kan die morgenochtend online. Dat zou ik wel heel tof vinden. Dus ik ga even aan de bak. Nou, de video is gerenderd. Geëdit. Die gaat nu renderen. Morgenochtend om 7 uur komt die online. Heel veel zin in. Ik ben echt heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En terwijl ik wacht tot de video klaar is om in te plannen, ga ik even Château Meiland terugkijken. Want die had ik nog niet gezien. Kijken jullie daar ook naar? Ik probeer even een polletje in te voeren. Die komt voor jullie daar. Of jullie kijken, ja of nee. Ik ben benieuwd. Goedemiddag. Vakantie. Yay. Eigenlijk nog niet helemaal. Want ik moet nog wat dingetjes thuis doen. Het is nu nog pas 2:30. Dus ik moet nog een paar dingen doen. En dan ben ik klaar. Maar ik ben wel vast thuis. Dus dat is lekker. En ik was net op tijd thuis, want kijk. Kijk nou hoe schattig en hoe leuk tape er omheen zit. Ik weet al wat erin zit, want een kijker van mij, Petra, die deed op Instagram al haar Engelse boeken van Harry Potter te koop aanbieden. Voor een leuk bedrag. Dus of iemand daar interesse in had, ja dat had ik natuurlijk wel. Dus die heb ik van haar overgenomen. En die heeft ze naar me toe opgestuurd. Maar onder de video van vanochtend... Die vanochtend online is gekomen. Of nee, op Instagram ook. Nou, ik weet niet meer precies. Maar ze had dus mijn unboxing gezien. En daarvan had ze gezegd... Oh, dan vind je denk ik ook wel het extraatje wat ik bij je boeken heb gedaan. Heel erg leuk. Dus nou, ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd. Dus ik ga hem even openmaken. Zet jullie even zo neer. Kan ik jullie nog net zien. Want ik wil het niet... Ja, mijn adres staat erop. Dus ik vind dat dan... Het is een beetje gedoe om te filmen. Zonder dat dat in beeld komt. Dus ik ga gewoon even hem zo openmaken. Auw. Moet ik niet mezelf in de vingers snijden. Kijk nou. Hoe leuk. Want nu kan ik het wel laten zien. Kijk. Dit is hoe ze het heeft ingepakt. Hier. Bianca, veel plezier met lezen. Kus Peet. Dit helpt je met je leestijd. Nou, daar ben ik natuurlijk ook weer erg nieuwsgierig naar. Dus ook dat ga ik er even uithalen. Oh, kijk nou, wat lief. Jeetje, Petra. Oh, maar dat vind ik leuk. Kijk, ze heeft er een time turner bij gedaan. Kijk nou. Met paars, precies in de goede kleur. Oh, wauw. Die ga ik even omdoen, kan ik het laten zien. Het is wel heel zwaar, maar wel leuk, zeg. Kijk. Nou heb ik hem. Oh, wat vind ik dat leuk, zeg. Daar ben ik echt zo blij mee. Ik ga je natuurlijk dadelijk ook even een berichtje sturen. Maar Peet, hartstikke bedankt. Echt leuk. En dan heb ik de... De rest van het pakket nog niet eens uitgepakt. Goedemorgen. Het is inmiddels zaterdag, want ik vlog nog eventjes door. Ik vlog ongeveer door tot morgen, eind van de ochtend, begin van de middag denk ik. En dan ga ik hem editen en gaat hij morgenavond ook al online. Dus dan zien jullie morgenavond alles nog voor mijn vakantie en dan ga ik maandag... De camera meenemen op vakantie. En hoe we dat dan doen als ik terugkom, dat zien we tegen die tijd wel. Ik ben naar de nagelstylist geweest. Ik heb het gewoon weer lekker basic gehouden. Maar wel met een glimmertje erin. Kan je dat nou wel niet zien? Wacht, ik ga het even zo doen. In de hoop... Dat hij focust. Nou, jawel hè.
Dus eigenlijk gewoon ja, geen gekke kleurtjes dit keer, maar steentjes. Ook leuk. Ik ga een bakkie zetten, even ontbijten. Dan ga ik douchen en naar de schoonheidsspecialisten. Daar heb ik heel veel zin in. En daarna ga ik uitleggen wat ik ga doen. Maar ik ga eerst koffie drinken, want ik ben nog te moe om veel te praten. Zo, dat is een iets frisser gezicht. Ik ben inmiddels helemaal klaar. Het is nu 9:05. Ik ga over een half uurtje de deur, nou, iets korter, de deur uit om naar de schoonheidsspecialisten te gaan. Heel veel zin in. Heerlijk zo even voor de vakantie. En ik heb hier inmiddels een nieuw rugzakje ingepakt. Dit is een kleiner rugzakje dan ik altijd had. En ik vind dat voor nu wel even leuk. Die wil ik ook meenemen op vakantie. Die heb ik daar vorig jaar in Spanje gekocht. Dus dat leek me wel leuk. Met ook wat te eten en zo. Want ik ga nadat ik bij de schoonheidsspecialisten ben geweest naar Rijswijk. Daar is de Crea Do. En dan zal je denken, Bianca, wat ga jij nou bij de Crea Do komen? En je hebt gelijk, want daar kom ik anders echt nooit. Maar zoals ik jullie al verteld had, heb ik een nieuw YouTube kanaal ontdekt. Crea Chick, dit is ze. En zij maakt hele leuke video's, vind ik, over bullet journaling. Ook iets wat ik nooit doe. Maar op de een of andere manier vind ik haar YouTube kanaal zo leuk. Zij is zo'n leuke meid. Haar man is heel erg leuk. Haar kinderen zijn heel erg leuk. Ja, ze maakt gewoon echt leuke video's. En heel stom toevallig zag ik dus... Nou, ik ben van de week op haar kanaal terechtgekomen. Dat is niet helemaal waar. Robert had me al een keer getipt. Maar toen vond ik het eigenlijk niet zo. En toen heb ik het van de week een nieuwe kans gegeven. En ineens vond ik het wel heel erg leuk. Ik weet ook niet precies waar dat aan lag. Maar goed, maakt ook niet uit. En toen zag ik een oproepje voorbij komen. Dat ze dus dit weekend op de Crea Week... Ja, het is geen Crea Do, het is Crea Weekend geloof ik. Maakt ook niet uit. In Rijswijk staat. Dus toen dacht ik, ja, hè? Die kans moet je dan pakken. Dus ik heb een kaartje gekocht, dat was maar 7 euro, dus dat viel me reuze mee. En ik ga haar straks ontmoeten, dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik ga natuurlijk ook even de beurs over, maar of ik daar nou echt wat ga kopen, weet ik niet. Dat zie ik wel. Vanavond eten we lekker patatjes, want Timmy is er, dus dat is gezellig. En morgen heb ik een hele drukke dag. Moet wat dingen voor YouTube afmaken, nog alles afmaken voordat ik wegga. Dus eerlijk gezegd wil ik eigenlijk misschien wel vanavond de vlog afsluiten in plaats van morgen. Maar goed, ik zie gewoon even hoe het gaat. Jullie gaan mee in de koffer denk ik, als ik dan op Schiphol ben en in het vliegtuig en zo kan ik altijd nog even met mijn telefoon wat filmen. Dat vind ik toch wat veiliger. En dan pak ik jullie er gewoon in Spanje weer bij. Maar goed, ook dat gaan we allemaal zien. Ik heb in ieder geval sowieso heel veel zin in vandaag. En ja, we gaan aan de dag beginnen. Zo, inmiddels ben ik bij de schoonheidsspecialisten geweest. En heb ik even provisorisch een make-upje op het hoofd gesmeerd. Nou, het is nog redelijk goed gegaan in de camera van mijn telefoon. Ik heb wel gevraagd of ze een getint dagcremetje op wilden doen op het eind. Ik denk, dan heb ik dat ook maar vast binnen. Toen ben ik even daarachter naar de fietsmaker gereden om de banden van mijn rolstoel op te pompen. Dan heb ik dat ook maar gedaan voor de vakantie. En dan ga ik nu op weg naar de broodfabriek. Ik ben aangekomen op de beurs. Het is wel lekker druk. Ik denk dat ik eerst even op zoek ga naar het bestand van Creatje. Daar eventjes ga kijken en dan de rest van de beurs heeft te pakken. Dus ik ga eerst eens even kijken of ik er kan vinden. Het bleek dus in een andere zaal te moeten zijn. En toen kwam ik ineens een hele lange rij tegen. Ja, dat kon natuurlijk niet anders. Dus daar was het. Dus ik sta nu in de rij te wachten. Om te horen. Nou, de rij is inmiddels afgelopen. Want kijk, hier is ze. Hier heb ik jullie al de hele week over gehyped. Ja, is dat zo? Ja. Oh. Geweldig. Ja, dit is Creatje. En Creatje heeft een heel leuk YouTube kanaal. Ja, moet je hier maar eens klikken. Ja, zeker ga ik je linken. Oh, dankjewel. Ik heb niet een heel groot kanaal hoor, maar toch. Ik vind het hartstikke lief. Kijk, die is voor jou. Nou, superleuk. Dankjewel. Ik ben inmiddels aangeschoven bij een workshop handletteren. Dus ik ben heel benieuwd om dat te zien. Ik weet niet of je dat kan zien. Het is handletteren met Marleen Deken staat hier.
hier heb ik allemaal dingetjes gekregen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het zien. Zo, ik ben weer thuis. Tenminste, ik sta nog geparkeerd. Ik ga nu naar Pama. We gaan lekker patatjes eten. Timmy is er ook als het goed is. Cas misschien ook nog wel. Dat weet ik eerlijk gezegd niet of die er ook is. Laura en Roy volgens mij. Dus dat wordt een gezellige boel om de vakantie een beetje in te luiden. Dat handletter, handletter, hoe je het ook noemt. Ik heb net op Instagram al gedeeld. Gelukkig heb ik andere vaardigheden en kwaliteiten. En zo. Ik vind het super leuk om te doen. Maar ik vind het mijn partijtje moeilijk. Maar goed. Ik heb een beginnersetje, die hoorde erbij. Dus dat is fijn. Kan ik het uitproberen. Dus dat vind ik wel leuk. En de meet and greet met Creachick met Maris was ook super leuk. Hele lieve meid. En ja, vond ik ook leuk. My Lovely Notebook stond er ook. Juliette, die heb ik ook nog. Daar heb ik verder niet mee gevlogd, maar die heb ik ook nog even gesproken. Dus dat vond ik ook leuk. Zij had ook een YouTube kanaal of heeft een YouTube kanaal. En zij vlogde wekelijks. En haar vlogs vond ik super leuk, dus die volgde ik ook. Maar ja, helaas heb ik nog niet. Doet zij dat nu niet meer. Dus des te leuker om haar daar even te spreken. Vond zij ook leuk. Ze heeft me nog wat foto's laten zien van haar dochtertje, hoe oud die nu alweer is. Want dat kan ik nu natuurlijk niet meer in de vlog zien. Dus ja, super leuk. En nu ga ik gauw naar boven. En gaan we even gezellig de vakantie inluiden met z'n allen. Zo, een hele goede morgen. Het is zondag. Gisteravond nog even gezellig bij Pama geweest. We hebben daar lekker gegeten. Toen hebben we nog naar... wat hebben we nou terug zitten kijken? Oh, de Voice Senior hebben we terug zitten kijken. En daarna nog even naar de Beste Zangers gekeken. Had ik eigenlijk nog nooit gezien. Vond ik wel heel erg leuk. En vanochtend heb ik nog even Dancing with the Stars teruggekeken met Bibian. Ja, dat was wel even slik hoor. Wauw, wat een vrouw is dat. Geweldig. En nu, ga ik jullie even laten zien, is het... Oh, mijn was is klaar. Dan kan ik die even ophangen. Oh, schrik niet hoor. Is dit de status? Als mama er straks is, gaat ze me even helpen met alles goed inpakken. Want er zijn ook nog een paar dingen waar ik niet bij kan. Dan kunnen we alles even goed uitzoeken. Dan kan ik ook even setjes kleding maken. Maar dit moet ongeveer allemaal mee. En dat voor een weekje. Nou, komt wel goed. Komt wel goed. Dus vandaag is het inpakken dag en YouTube dag. Want ik ga... deze video voor vanavond of voor morgenochtend. Nee, voor vanavond denk ik online zetten. Dus bij deze ga ik hem dan ook afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik ga dus morgen naar Spanje en ik ga kijken hoe ik... ja, ik ga daar ook gewoon filmen. En als ik terugkom, ga ik kijken hoe ik dat online ga zetten. Maar volg me vooral ook op Instagram. Hoi, ik ben Bianca. Want dan zie je al live wat dingen van de vakantie. Want ik ga daar natuurlijk wel posten. En misschien ook wel wat verhalen maken. Dus als je dat wil zien, dan moet je me daar even volgen. Linkje staat altijd onder in de beschrijving. En ik zie jullie weer na mijn, tenminste in mijn vakantie, na mijn vakantie, hoe je het ook noemen wil. Ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doei doei!